een varkentje of een biggetje van Kareltje, Knor en Galop. En vandaag is het van een ander biggetje. Van Bertje Big. Dat is de titel, Bertje Big. En het boek is gemaakt door Peter Brouwers. Daar komt de hele familie varken aangelopen. Vandaag is het een grote dag, want alle biggetjes gaan voor het eerst in bad. En het is een heel speciaal varkensbad, zegt papa. Daar gaan ze. Middenin. Allemaal behalve Bertje Big. Die springt niet in de modder. Wat is er? Vraagt mama. Kom er toch lekker bij, jongen. Nee, ik vind het heel, heel vies, zegt Bertje Big. En hij draait zich om. Maar Bertje toch, zegt mama, het is echt heel erg lekker hoor. Maar Bertje loopt boos weg. Hij wil niet in het modderbad. In de wei staan de koeien te grazen. Boe, hallo Bertje Big, zegt de koe. Nee, nee, zegt Bertje, ik ben geen big meer. Ik wil graag een koe worden. Kan dat? Oeh, natuurlijk kan dat, zegt de koe. Maar dan moet je gras eten, net als alle koeien. En we worden ook 2 keer per dag gemolken. Hou je uier dus maar klaar, Bertje Koe. Zo meteen ben jij aan de beurt. Wat? Schreeuwt Bertje. Maar ik heb helemaal geen uier. En Bertje rent snel weg. Zo snel als hij kan, rent hij de wei weer uit. Heeft ons biggetje een uier? Nee, hè? Die kan niet gemolken worden. Op het erf ziet Bertje het paard. Hihi, hallo Bertje, zegt het paard. Hallo meneer paard, zegt Bertje. Worden paarden ook gemolken? Nee hoor, lacht het paard. Nooit. Oh, zegt Bertje, dan wil ik ook een paard worden. Hé, dat is goed, Bertje paard. Kom maar mee, dan gaan we lekker rennen. Want dat doen wij paarden het liefst van allemaal. En samen rennen ze 3 rondjes om de boerderij. Eigend komt Bertje bij de schapenstal. Hij is heel moe. Bé, zegt het schaap. Dag Bertje. Hallo mevrouw schaap, zegt Bertje. Ha, rennen schapen veel op een dag? Nee hoor, zegt het schaap verrast. Oh, zegt Bertje, dan wil ik ook een schaap worden. Dat kan wel hoor. Kom maar mee in de stal, Bertje schaap. Alle schapen.
schapen worden vandaag geschoren. Als je wil, mag jij wel voorgaan. Wat? Schreef Bertje. Ik heb maar een paar haartjes en die wil ik houden. En vlug rent hij de stal weer uit. Schapenstal loopt Bertje de bok tegen het lijf. Ah, die Bert, zegt de bok. Hoe gaat het met ons biggetje? Ik ben geen big meer, zegt Bertje. Worden bokken ook geschoren? Vraagt hij dan. Nee hoor, zegt de bok. Joepie, dan wil ik ook graag een bok worden. Oké, Bertje Bok, dan gaan we bokkenstreken uithalen. Bokkenstreken? Wat zijn dat eigenlijk, vraagt Bertje. Ah, dat zal ik je laten zien, zegt de bok. En hij stoot met zijn horens tegen Bertjes hoofd. Auw, nee, niet doen, niet nog eens, schreeuwt Bertje als de bok hem een tweede keer wil rammen. En hij rent er met een reuzenvaart vandoor. Au, dat doet pijn. Op het erf ziet Bertje de kippen rondscharrelen. Hallo, Bertje Big, zegt de kip. Nee, ik ben geen big meer, zegt Bertje. Ik zou graag een kip willen worden. Tenminste, als jullie geen bokkenstreken uithalen. Lacht de kip. Nee hoor, maar ik moet het wel eerst aan de haan vragen. Zou hij bij de haan mogen wonen en de kip? Denk het wel, we gaan eens kijken. De haan vindt het goed. Bert scharrelt met de andere kippen mee. En dan kraait de haan. Kippelkie, tijd om slapen te gaan. Zo vroeg al, denkt Bertje, het is nog niet donker. In het hok ziet hij geen lekker zacht bedje van stro, maar een kale stok met de kippen erop. En ook nog zo hoog. Maar Bertje doet zijn uiterste best. Met een aanloop en een hoge sprong haalt hij de stok net. Poef, dat is wel vermoeiend, zeg. Als hij dat maar de hele nacht vol kan houden. Maar dan krak, kletter de boem. Bertje en de andere kippen donderen naar beneden. Kijk wat er gebeurd is. De stok is gekrakt. Schreeuwt de haan boos. En laat je nooit meer in mijn kiphok zien. Met hangende oortjes schopt Bertje weg. Maar wat ziet Bertje dan? Zijn broertjes en zusjes, mama en papa hebben dolle pret. Ze glijden en glibberen en rollen en dollen door de modder. Opeens begint het te kriebelen in Bertjes buik. Zou het dan toch fijn zijn om een biggetje te zijn? Kijk, hier staat hij te kijken achter het hoekje van de muur.
wat hij doet. Bertje rent naar de modderpoel. Hallo allemaal, roept hij. Hier ben ik weer. En met een wijde boog springt hij midden in de modder. Splash! Ze moeten allemaal lachen om die gekke Bert. En ze blijven nog een hele tijd spelen. En wat denken jullie? Vind jij het leuk? Ja, hè? Moe van een hele dag modderbaden ligt de hele familie Varken te slapen op een zacht bed van stro. Ah, wat is het heerlijk om een biggetje te zijn, denkt Bertje Big. En hij droomt. Dag Bertje. Dit was het verhaaltje van Bertje Big. Dag vriendjes allemaal. Volgende keer. Dag.